Het woord minderheid wordt vaak ingezet in een debat om een misstand te bagatelliseren. Het is maar een klein probleem. Terwijl minderheid meestal refereert naar een groep met minder macht, of ze nou met weinig of met velen zijn. In Amsterdam is bijvoorbeeld de meerderheid allochtoon. Maar allochtoon is eigenlijk een vreemd, onvertaalbaar en discriminerend Nederlands woord. Hallo, die term zou dan ook gelden voor Willem van Nassau. Willem van Nassau kwam oorspronkelijk uit Nassau-Dillenburg, een klein Duits vorstendommetje. De Nassau-familiedynastie had niet alleen daar bezittingen, maar ook al in Nederland. En in Zuid-Frankrijk het prinsendom Orange. Toen Willem van Nassau de Franse bezittingen erfde, kreeg hij de titel Prins van Oranje. Blijkbaar is het niet zo'n groot probleem dat je buitenlander bent als je met een grote zak geld komt en een familie met aanzien hebt. Radicale gelijkwaardigheid betekent vanuit beleid, instituties, vanuit de wortels van de samenleving, mensen met respect bejegenen. Gelijkwaardig is niet uniformiteit. Wat bij één bepleit is een heel spectrum aan verschil. Verschil is iets om te vieren, ongelijkheid niet. Radicale gelijkwaardigheid betekent een einde aan voor anderen praten en systematische toewijding om met elkaar te praten. Een dynamisch proces waarin we steeds beter leren omgaan met conflict en verschil. En waar gelijkwaardigheid altijd het vertrekpunt is voor de oplossing. Benieuwd hoe we dat verankeren in beleid? Check dan nu het Bijeen-programma voor de gemeenteverkiezingen Amsterdam.